Ik ben Martijn Wieling en ik ben computationeel taalkundige. En ik kijk heel veel naar taalvariatie, maar in dit project kijken we vooral naar patronen in grote dataverzamelingen van tekst. Mijn naam is Michel Vols, ik ben jurist en ik kijk naar jurisprudentie, naar uitspraken van rechters. En dan niet naar individuele zaken, maar naar grote hoeveelheden daarvan. Er zijn tienduizenden uitspraken en ik probeer die als een soort legal big data te bekijken. Michel zei het al, legal big data. En ik gebruik altijd in mijn onderzoek heel veel big data. Wij kijken vooral naar patronen in tekst. Nou ja, en de gerechtelijke uitspraken waar we dan naar kijken. Dat is natuurlijk een hele grote bak vol met tekst. Die tegenwoordig allemaal online beschikbaar zijn. Dus daar kunnen we heel mooi samen mee werken, denk ik. Ja, en recht bestaat natuurlijk uit taal. En waar Martijn naar kijkt, is taal. Ja. En nou is er nou helemaal heel veel taal in het recht. Hè? Er komen elke dag duizenden nieuwe uitspraken ter wereld worden gewezen. Ja, die kunnen we bekijken. Dus waar je eerst misschien denkt, ja, die dingen hebben helemaal niks met elkaar te maken. Als je er wat langer over nadenkt, denk je, nou, dat is heel erg leuk juist om mee samen te werken. En er zijn allerlei links tussen te leggen. Zowel de inhoudelijke expertise als de manier van onderzoek doen, het openstaan voor andere disciplines, vragen van andere mensen uit andere disciplines. Nou, dat is wat Martijn heeft en dat is ook wat deze samenwerking heel goed volgens mij maakt. Er worden ook wel onderzoeken gedaan waar ze inderdaad computationele taalkunde technieken toepassen op een dataset van een of ander vakgebied. En dan proberen ze daar conclusies uit te halen. Maar dat kun je eigenlijk niet als je niet de achterliggende kennis hebt. En daar komt Michel, is hier hartstikke goed in. Dus dan kunnen we het ook duiden. Masha die werkt dus voor de helft van de tijd bij taalkunde en bij de helft van de tijd bij rechten. En dus die heeft hier een eigen werkplek hier met grote computerschermen en alle apparatuur die ze nodig heeft. Sinds Michel nu ook twee computerschermen? Ja, ik wil ook gelijk twee computerschermen, ik moet wel meedoen. Het is ons project, maar ja, het is eigenlijk Masha's project. Hè. Die moet dit draaien en die draait het ook en ze doet het hartstikke goed. Ja. En zij moet uiteindelijk kijken hoe dit in haar traject past. Dus ik vind het wel heel erg leuk dat inderdaad de RUG en ook de Young Academy of Groningen dan de mogelijkheid geeft om deze nieuwe wetenschappers echt heel erg interdisciplinair op te leiden. I chose this project because I wanted to do something new and I wanted to apply the knowledge that I've learned in computational linguistics on something that is not such a common topic in applying those kind of tools. So yeah, it's very exciting. Dus ook van beide kanten krijgt ze input van beide onderzoeksgroepen. Je ziet dat als je kijkt naar de resultaten die er nu al liggen. Hè, dus kunnen we nu al, lijken we nu al te kunnen gaan voorspellen, lijken we die patronen in die rechtelijke uitspraken vinden. Ja, die zijn dus ook al gewoon hartstikke veelbelovend. En er komt echt wel wat uit. Dus nou ja, het lijkt een routekaart naar een mooi project te zijn. In general, interdisciplinary collaboration, I think it's absolutely fascinating. Especially when you get to a PhD level and so on, because you know so much about your own topic, but you still want to learn something from outside your comfort zone. I think it's absolutely fantastic for that.